op dinsdag 5 maart werd Tjeu Verhees uit Zomerenheide in de zaal Heidehof gepresenteerd als de Kei van de Hei 2019. Tjeu was blij verrast. Ja, echt compleet. Hij kwam als een bom binnen. Sorry? Ja, dat was ook echt een grote verrassing. Je had je keer buiten en je werd er niet gegeven van heen. Ja, dus ik hoefde eigenlijk gewoon om niet in te vallen. En ja, hij stond er tussen die raafwerpen, dus hij kwam er echt wel binnen. Wat vind je ervan? Ja, dat moet je wel vinden. Al wat ik doe, dat doe ik al zelf keer. Dus ik speel al 39 jaar toneel. En ja, dat doe ik gewoon keer. Dus de koor bouwen, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ik doe geen zingen, dus iets wat ik eerder doe, dat vind ik niet vervelend worden. Dus dat is allemaal heel normaal. Je bent echt geboren in de Hei, joh? Nee, ik kom van Zummeren, mijn vrouw komt van de Hei. Ik woon al 33 jaar in de Hei. Nee. Dat ben ik nooit in de geweest. Nee. Dus, ja, zeker een hul eer. Ja. Past in een mooie rijken. Ja, dat is een hele mooie rijken. Er zijn er al een schoonman is voor gegaan, een zwager is voor gegaan. Dus ja, zeker een heel mooie rijken. Dus ze doen het allemaal. Ja, ik kreeg zondag heb ik net deur gekregen. Zondag komen ze in mijn tuin in de kei leggen, die jongen. Dus ben benieuwd. Dan komen de oude keien, komen die... Ik zit in de tuin leggen. Ja, dankjewel.